Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bokstel Natuurlijk. En vandaag een hele speciale. Ja, we gaan in dit gebiedje lopen hier zo. We beginnen bij de Anna Dreef parkeerplaats. Die ligt aan de Kempse weg en dan gaan we vertrekken. Klopt. En nou heb ik een uitdaging. We gaan niet meer dan 250 meter lopen. Verder gaan we niet. Nou, dan eens kijken we daar. Want ik ken jou. Volgens mij kunnen we echt gewoon een hele aflevering vullen. Nou, we zullen het best doen. We zullen eens kijken. Ja, nou, ben benieuwd. Nou, dit is het begin van onze route. Ja. En het eerste wat ik zie is hier een hele grote barbecueplaats. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar dit is heel verstandig. Dit is bedoeld dat de dieren op de Campina blijven en niet naar de Lennersheuvel lopen bijvoorbeeld, wat levensgevaarlijk kan worden. En eerst hadden wij van die platte schijven hangen. Die waren echt helemaal plat zo lang en plat. Ja. Maar we zagen toch dat die eenhoevige paarden, die gingen er overheen. En toen is uiteindelijk bedacht van we moeten ronde buizen maken met allemaal wisselende streepjes op. Dan komen die paarden aanlopen, dus ze komen van die kant aanlopen en dan zien ze dat en lijkt net een beweging. Oh. En dan gaan ze dus niet eroverheen. Okay. En tweehoevige, dus koeien gaan er ook niet overheen, want die hebben twee hoeven. En die met dat, zouden anders in splitsen, dus dat gaat sowieso zo'n, al niet. Dingetje erin. Ja. Maar waarom is dit dan zo breed? Dit is heel breed gemaakt, dat er ook een auto overheen kan. We hebben ook een dienstwagen die het veld in moet. Oh, natuurlijk. Als je heel breed kijkt, want dan is het ook heel veel makkelijker. Ja. Ja? Oké. Okay. Hier beginnen we? Ja. Hier start de 250 meter. Ja, dan gaan we eens kijken wat we gaan doen. Oké. Okay. Kijk, daar begint het al. Nou ja, dat zijn oudjes, maar wel leuk. Maar ze zien er niet mooi uit. Nou nee, het zijn al oud. Okay. Het zijn stuifzwammetjes, ik denk padelstuifzwammetjes. Ja? En wat nou zo leuk is, als je kinderen bij hebt, dan zeg ik altijd van goh, zullen we eens even kijken of de kabouter thuis is. En dan tik ik tegenaan. Bah. Ja, hij is thuis, want hij is een pijp aan het roken, zie je dat? Maar eigenlijk is het wat ik nu doe, dat is allemaal sporen wegsturen. Allemaal sporen. Die wind die slaat er tegenaan, ja. Dieren lopen er tegenaan, een regendruppel valt naar beneden toe. Kan je tranen in mijn ogen? En dan krijg je ja, misschien jouw tranen erop laten vallen. En al die dingen die hier tegenaan stoten, het kan heel licht zijn, daardoor gaan dan die sporen al zich verstuiven. Dat is mooi om te zien, hè? Ja. Is dat erg als je dat inademt? Nee hoor. Er zal nooit een paddenstoel in jouw buik groeien. Goed. We zetten hier lekker neer, dan gaan we verder. Hoppa. Kijk Frans, ja. Mos hier. Ja, daar ook allemaal, hè? Ja. Zijn allemaal losse stukjes. Ja, dat is leuk. Weet je wat dat nou is? Nee. Kijk, als je naar boven kijkt, dan zie je daar die zeg maar eik. Die heeft dus allemaal mos daarboven op de takken. En vogels, die gaan hun nesten nu bekleden. Oh, vandaar. En dan nemen ze veel te veel mee. Een overmaat nemen ze mee. En dan valt er onderweg wat af. En dan krijg je juist ook altijd bij dit soort bomen, die vol met mos zitten, krijg je dat. En dan verwaait het ook wel een klein beetje. Maar het valt ook echt op dat het hier valt, omdat daar geplukt wordt. Ja. Mooi, hè? Heel mooi. En zo kun je ook af en toe op de grond zien wat er boven gebeurt. Ja, maar is bij ons thuis ook, hè? Er ligt ook overal al van alles op de grond. Ja. Hoor je dat, Ja. Hoor je dat, Jolien? Dat is de vink. Ja. En hij slaat helemaal nu. Want zeg maar, vorige week sloeg je nog niet en dat slaan, dat is het volgende. Dan zingt hij tadadada, Jantse Marie. Zo, Jantse Marie. Hoor je hem? Ja. Mooi, hè? Jantse Marie daar. Nou, dat is dan onthouden de vink. De vink die ken ik. Ja, hoef je niet verder te lopen. Kijk hier nou eens. Dit is altijd ook weer leuk, hè? We hebben net met de mosjes gehad. Je moet altijd, als je beneden kijkt, moet je zien wat er boven gebeurt. Oké, kijk. Wat er boven gebeurt. Daar heeft een specht. Waar? Oh. Hij zit te hakken om daar beestjes uit te pakken. En het haksel ligt hier. Dat is toch gek, hè? Ik zie met jou erbij zoveel meer. Maar heeft hij nou daar een gat proberen te maken? Nee, dat is gewoon voedsel zoeken. Dat is gewoon voedsel zoeken. Oh, ja, kijk, oh, want ja. Hij zal daar nooit een nest gaan bouwen. Dat is gewoon puur voedsel zoeken. Oh. Hij heeft ontdekt dat daar beestjes zitten. En dan hakt hij dus zeg maar net zo lang tot hij zo'n beestje te pakken heeft. Okay. En dan gaat hij ze opeten. Want dat is lekker. Ja. Mooi, hè? Ik hoor hem weer. Oh, hij is alweer weg.
Kijk Jolien, dit is altijd een heel nat gebied geweest. En dat kun je heel mooi zien aan die pollen die er allemaal staan. Dat zijn pijpenstrootjes. En dat is de originele groei, hoe pijpenstrootje moet groeien. En dat is echt het biotoop ook voor het pijpenstrootje. En dan liep je van pol tot pol om aan de overkant te komen. En nou groeit het als een gek, als een grasmat daar aan de overkant. Dan zie je het allemaal aan elkaar en ingesloten. Je ziet bijna geen pol meer. En dan zie je het verschil tussen wat het origineel moet zijn, hoe die origineel moet groeien. En hoe dat die zeg maar nu tegenwoordig met die stikstofdepositie enorm aan het groeien is. Mm-hmm. En dat het ook moerasgebied is, kun je daar ook een beetje zien. Want er groeit allemaal hè, met mooi die lichtbruinige, wat paarsachtige kleur, bloemetjes daar in de verte. Dat is gagel. Gagel. En gagel staat altijd ook in natte omstandigheden in moerasachtige gebiedjes. Dus dit is eigenlijk, zoals we het nu zien, goed? Eigenlijk is dit goed. En hier is het fantastisch. Op andere plekken is het iets minder, maar hier is het goed. Vennen is goed gevuld, poelen zijn goed gevuld. Dus daarom ben ik zo blij als een klein kind. Nou, huppelen. Ja, huppelen. Kom. Hier is het niet zo nat als dat eerste stukje. Nee, klopt. Hè? Dat kun je ook zien. Het loopt hier ook een klein beetje omhoog. Oh ja. Omdat een soort donk is dat, hè? Een zandbult. En dat is ook heel goed, want daardoor hebben de eiken die daar staan veel minder last van het water. En daar staat ook een hele mooie jeneverbes. Dat is een zeldzame naaldhoutboom in ons land. We hebben eigenlijk drie naaldbomen, of de coniferen, zo heet ze officieel. We hebben de grove den, de taxus en de jeneverbes. En jeneverbes is echt een struik van het Brabantse zandgrondengebied. Daarom staat hier ook zo fraai. Maar goed, de eiken staan hier mooi. Draaien we ze eigenlijk om, dan zie je het al gelijk, hè? Hartstikke in het water. Daar kunnen eiken niet zo goed tegen. Nou is die boom al wat ouder, maar ook die staat er slecht bij, die staat er slecht bij. Dus die hebben te lang te veel water. En dat komt omdat ze hier zijn gaan groeien in de tijden dat het droog was. Ja. Maar die gaan dan rotten of wat gebeurt ja, er? Ja, de wortels gaan dan rotten en dan is het sterven geblazen. En dan gaan ze ook om. Dus dan is het klaar. En dat is dan wel weer jammer. Ja, dus maar dan komen er straks dan weer meer pijpstrootjes. Nou ja, goed. De natuur pakt zich altijd terug natuurlijk. Hè? Maar het is in bosgebieden waar de eiken toch wel moeilijk heeft, is het wel lastig als er daar heel veel water staat. Want onze Nederlandse eik heeft het moeilijk in Nederland. Ja. En dat is een beetje vervelend. Hmm. Maar aan de andere kant, ja, wat je zegt, de biodiversiteit, andere soorten komen terug. Ja. Over jeneverbes net gesproken, dat is ook een heel bijzonder verhaal over. Vroeger hadden we heel veel heidegebieden. En dan durfden de mensen bijna in de schemering, in de nacht, niet over de hei gaan als er jeneverbessen stonden. Wat? Want elke jeneverbes heeft een andere vorm. Soms leek je op een mens, dan weer op een spook en dan weer op een beest. En als er dan neveling hing, dan zijn ze de witte wieven. Oh ja, Die jeneverbes heeft heel veel fantasieën teweeg gebracht, terwijl het eigenlijk gewoon een struik was. Oh, maar hij had allerlei beeltenissen. En dan gingen de mensen liever helemaal omlopen dan de hei over. Nou, dat snap ik. Dus dat is wel heel leuk. Ja, leuke verhaal uit die tijd, zeg. Hè. En verder, jenever wordt niet gemaakt van jeneverbes. Maar jeneverbes ik wil het vragen, maar... Nee. Het wordt er soms wel bijgegooid, maar het wordt vooral gebruikt in de zuurkool. Maar niet jenever. Nee. Oh, ik zie hele mooie kleuren op de bomen. Ja, hè? Ja. Dit is een Portugese veralging. Die zo'n 15 jaar geleden hier naartoe is gekomen. Het heeft nu ook een Nederlandse naam. Oranje boomalg heet hij nu tegenwoordig. Oranje en wat er eigenlijk veranderd is, vroeger zat hij vooral op de schors bij de bomen. Nu ziet hij dat nog minimaal, want die eik daar heeft het ook aan de kant. Mm-hmm. Maar het zit vooral op dood hout. Heel veel op dood hout. En dus ook op wandelpaaltjes. Maar hoe komt dat dan? Ja, dus langzaam wat hier naartoe komen vliegen. Hè? Want het is een alg en een alg bestaat uit sporen. Ja. De sporen zijn uit Portugal hier naartoe komen vliegen. En ik denk dat hij daar meer houvast heeft op dode bomen dan op die schors. Ja. Vind je niet logisch klinken? Waarom niet? Op een schors heb je toch veel meer... Ja, maar dat is wel lastig voor sporen om goed op te vallen. Oh. En dat is glad, hè? Dan komt hij meteen plat tegenaan. Oh, oké. Okay. Dat is makkelijk, hè? Hmm. Ja. Ja, leuk, hè? Ja. Zo in een klein stukje kunt zien. Cool, we zijn al 15 meter ver. Kijk, hier zie je het ook op de schors zitten. Maar je weet, hè, bomen die vervellen heel gauw. Dat doen alle bomen. En eiken doen het wat minder snel dan grove dennen en platanen en zo. Ja, en dan valt die alger er ook af. Dan valt die eraf. Daarom
Ja, op zo'n boom, zo'n gladde boom, daar blijf je wel lekker op zitten. Ah. Ja. En dan zie ik hier dus die oranje Portugese alg. Ja, oranje boomalg noemen we maar. Oranje boomalg, ja. Oranje boom. Ja, ja, precies. Dus dat denk ik dan aan. En dan hiernaast zit dan zo'n een groene. Ja, dat is ook een, groen, dat is een groene alg. Wat is het nut van, of het nut? Ja, iedereen vraagt dat. Ja, nut in de natuur moet je nooit over hebben. Want alles is nuttig. Wij zijn eigenlijk het minst nuttige van alles. Ja, wij verwoesten alles. Ja, precies. Nee, wat deze algen doen, die leveren ook zuurstof. Ah. En ze halen ook voedsel uit de lucht. En ze maken ook zuurstof voor ons. Dus okay. Wat dat betreft zijn ze, als je over het nut hebt, nuttig voor de mensheid. Maar goed, uiteindelijk vind ik, alles is een ecoplaatje, hoort bij elkaar. En de mens is het minst nuttige wat er op de wereld rondschouwt. Ja. Oké, okay. Oh, nou kom je weer een beetje. Ja. Ik vind het zo mooi. Alle frisse groen komt eruit. De zon eruit, hè? Ja, prachtig, hè? En lente! En ja, dat vind ik wel grappig, dat lente. Hè? Dat is wel zo bijzonder. Ik krijg de laatste tijd allemaal vragen van... Ja, ik zie al pimpelmeesjes nestelen en ik zie al sneeuwklokjes. En is de lente vroeger begonnen dan anders? En dan denk ik, ja, dat is zo lastig, hè? Want wij mensen hebben bepaald dat er om de 3 maanden een ander seizoen is. Maar die natuur, die trekt zich daar niks van aan. Die doet wat hij zelf wil. Dat betekent als de planten en dieren voelen... dat er lekkere temperaturen zijn, dat er voldoende zonlicht is, hè, dus daglichtlengte, dat er bepaalde luchtvochtigheid is. Dan denken ze, yes, we gaan eruit en we gaan paren, we gaan de dingen doen die thuis horen in dat vroege voorjaar. Mm-hmm. En wij zitten dan te roepen, het is vroeg. Ja, het klopt niet volgens de kalender. Het klopt niet dus... volgens de kalender van, ik ga eens terug naar huis en kom planten de grond weer in. Nee, ik zie die kleine veldkersjes, die beginnen al te komen. De bloemetjes komen dan later. Hondsdraf begint hier al uit te komen als blaadjes. Mm-hmm. Nou, de grasjes gaan al groeien. Heerlijk, toch? Heerlijk. En nou, niet vastbinden. Nee, en niet op die kalender. Nee, niet op die kalender. Laat de natuur gewoon zeggen van op het moment dat het gaat groeien, dan is het al dus wat wij dan zeggen lente. Maar dat noem ik dan zeg maar het voorjaar, is losgeslagen. Zo is het. Zo is het. Nou, Frans? Ja. Dat was hem al, hè? Dat was hem al, ja. En al die kleuren die we gezien hebben. Hè? Oh, dat is echt overal zo mooi. Zagen we prachtige kleuren. Oranje boomalg strak het meest uit. Je hebt volgens mij ook een beetje oranje boomalg op dat mooie dasje van jou zitten. Ja, mooi, hè? Dat is een hele mooie das. Dankjewel. Een cadeautje. Heel lief cadeautje. Dat wil ik een keer lenen. Oh, dat mag wel. Maar ik vond het geweldig. Ik ben helemaal blij. Ik heb ook echt zo dat... dat... Heerlijk gevoel, hè? Ja. We mochten weer naar buiten toe, hè? Naar en dat je kunt huppelen weer. En, Heerlijk, ja. En lekker met laars aan, hè? Hup, ja. Door het platjes lopen. Ja. Ja. Ik vind het verbazingwekkend hoeveel wij gezien hebben in slechts 250 meter. Dat is die natuur, hè? Die geeft zoveel aan ons. En daar hoef je echt niet ver voor te gaan. We zouden het eigenlijk kruipend kunnen doen. Dan zien we nog veel meer. Doen we de volgende keer. Dankjewel voor het kijken. We gaan niet meer dan 250 meter lopen. Want ik ken jou. Volgens mij kunnen we echt gewoon een hele aflevering vullen.